Martijn, Feyenoord is 2 weken lang koploper geweest. Geprezen om het mooie voetbal tegen Willem II uit. Nu 1-1 tegen Sparta, staat het 4e. Is de stemming in Rotterdam compleet omgeslagen? Nou, niet compleet, maar natuurlijk wel een beetje. Het verschil was wel erg groot tussen Willem II uit en Sparta thuis. Ja, en zo opportunistisch is het. De ene week ben je dan koploper en ga je mee om het kampioenschap. En 2 weken later kan je er geen reet meer van. Kijk, Willem II, dat was... Het was een team dat wilde ook gewoon lekker aanvallen. Ja, dan zag je wel als Feyenoord ruimtes krijgt dat het genoeg goede spelers hebt om daarvan van te profiteren. En dan ziet het er ook vrij aardig uit. Ja, als Sparta dan komt en speelt met 5 verdedigers en houden die ruimtes klein. Ja, dan komt het probleem van Feyenoord ook aan de oppervlakte. En dat is gewoon dat ze te veel moeite hebben om daar kansen te creëren tegen zo'n... defensief opgestelde ploeg, ingestelde tegenstander. Ja, dan ben je toch heel erg afhankelijk van Berghuis. En als die het dan een week niet heeft, dan heb je meteen een heel groot probleem. Dus ja, het is gewoon zo dat Feyenoord uit beter is dan thuis in de Kuip. Waar ook geen publiek zit en dat helpt dan ook wel eens, weet je wel. Als je een muur moet slechten en het stadion zit vol met 40.000 man, dan gaat dat soms wel iets makkelijker dan dat er nu geen kip zit. Het is wel heel opmerkelijk wat je zegt, hè? Feyenoord is uit beter dan thuis. Ik wou bijna zeggen, dat ben ik ook, maar nee. Nee, dat heb je wel eens, ja. We zijn nu 5 wedstrijden onderweg. Het is nog moeilijk eigenlijk te peilen waar Feyenoord nou precies staat, hè? Geen enkele ploeg volgens mij in de Eredivisie. Er is nou geen enkele ploeg waarvan je denkt van, ja, die steken er nou echt met kop en schouders bovenuit. Die spelen geweldig. Ajax verliest van Groningen, winnen makkelijk van Heerenveen. Ja, PSV... Ja, die winnen dan van PEC Zwolle met hulp van PEC Zwolle. Maar dat was nou ook niet heel, heel overtuigend, vind ik. Dus ja, het houdt elkaar op dat vlak een beetje in balans. Ja, maar waar staat Feyenoord in jouw ogen op dit moment? Ik denk dat ze staan, dat gezien het spelbeeld, dat de positie op de ranglijst niet onlogisch is. En het is volgens mij gewoon, staat het allemaal heel dicht bij elkaar. Dus ja, als het zo nog in mei is, denk ik dat iedereen heel tevreden is. Maar ze zullen wel iets beter moeten gaan voetballen. Je krijgt natuurlijk veel vaker van dat soort teams op bezoek die het gaan doen zoals Sparta het heeft gedaan. En dan moet je wel een antwoord hebben. Je kunt niet elke week dan zeggen van oké, dan zijn we tevreden met een punt. Nee, dan moet je wel een wapen of een antwoord op verzinnen dat je die wedstrijden wel gaat winnen. Ja, was in dat opzicht ook nog kritiek op Advocaat, op zijn wisselbeleid, met name na de blessure van Leroy Fer. Hoe heb jij dat gezien? Ja, hij bracht toch gewoon een middenvelder voor Fer en hij bracht Johnson. En dat was de kritiek dat er geen links buiten kwam, maar daar kwam Haps te spelen. Dus ja, in principe veranderde er niet veel. Kijk, het maakt ook niet uit. Moet je dan Narsing brengen? Moet je dan Conte brengen? Die hebben toch zijn spelers die hebben ruimte nodig. En dat is wat Feyenoord wel heeft. Als de ruimtes er zijn, dan hebben ze een gevaarlijke ploeg. Maar zijn de ruimtes er niet, dan moet het nogmaals. Dan moet het van Berghuis komen, dan moet het in mindere mate van Teixeira komen. Dat zijn balvaardige spelers. Maar daar zijn er toch nog even iets te weinig van. En wat ik ook al aangaf, een spits die dan vanuit het niets een goal kan maken, is ook wel lekker. Nu staat Linse daar, noodgedwongen. Maar het is natuurlijk niet iemand die altijd op die positie heeft gespeeld. Brengt de Jurkensen nog even in en dan denk je van, nou ja, weet je, toch even een paar minuten de kans om zich te laten zien. Misschien forceert hij wat of maakt hij een goal. Maar het was eigenlijk ook lood om oud ijzer. En dat is ook wel een probleempje, dat Feyenoord op dat vlak ook weer niet veel wapens voor handen heeft. Hoe groot is de domper dat Leroy Fer nu geblesseerd is geraakt? Zeker met het oog op het drukke programma wat eraan zit te komen? Nou, je zegt het terecht. Volgens mij spelen ze, dat was het, bizar hoeveel ze moeten spelen. Nu om de drie dagen een wedstrijd. Ja, dan wil je natuurlijk een zo breed mogelijke selectie. En Fer is een belangrijke speler voor Feyenoord. Ja, dat die wegvalt is natuurlijk een teleurstelling. Met zijn hamstring is ze sowieso 4 tot 6 weken uit. Ja, dat moeten ze gaan schuiven nu. Daar hebben ze natuurlijk ook wel spelers voor. Maar een basisspeler kwijtraken in deze fase, ja, dat is natuurlijk gewoon logisch dat Advocaat daarvan baalt. Ja. Donderdag de eerste wedstrijd in de Europa League uit tegen Dynamo Zagreb. Wat mogen we van Feyenoord verwachten die avond? Nou, in ieder geval een wedstrijd waarin ze, vermoed ik, wel meer ruimte krijgen dan tegen Sparta. Dus dat is heel positief. Aan de andere kant treffen ze wel een tegenstander die dat wel een aardige ploeg heeft. Hè. Als je hebben daar een topscorer lopen, Cravan of iets. Nou ja, dat is een Zwitsers international. Die heeft er 2 gemaakt tegen Duitsland, geloof ik. Die heeft tegen Kroatië gescoord. Die heeft afgelopen weekend een hat-trick gemaakt. Dus dat is wel een... Die kunnen we wel een scorende spits noemen die ze daar hebben lopen. Ze hebben Osic. Dat is een goede speler. Petkovic volgens mij uit mijn hoofd. Dus het is wel een aardige ploeg die ze treffen. Alleen het voordeel van Feyenoord
is weer die ruimte. En dan als Feyenoord daarvan, als Feyenoord die krijgt, hebben ze ook wel de kwaliteit om daarvan gebruik te maken. Dus ik verwacht in ieder geval, hoe gek het ook klinkt, een iets makkelijkere wedstrijd dan Sparta thuis. Hoewel, Dynamo is natuurlijk gewoon een grote naam, Champions League gespeeld altijd. Het is niet zo dat ze daar nou als favoriet naartoe gaan. Hoe zie jij de kansen van Feyenoord verder in deze groepsfase? Ja, er werd niet heel enthousiast gereageerd toen deze groep tot stand kwam. Hè? Met Moskou en die Oostenrijkers. Ja, ik denk als Feyenoord moet één ding doen. Dat is gewoon zijn thuiswedstrijden winnen. En dat is natuurlijk vaak in de Europa League. Als je dat doet, ben je in ieder geval een goed eind op streek. Alleen ja, er zit weer geen publiek in de Kuip. Dus dat maakt het natuurlijk ook weer lastig. Hè? Die befaamde Europese avondjes met dat licht en dat stadion wat helemaal uit zijn dak gaat. Dat hielp Feyenoord natuurlijk in die fase ook heel vaak. Ja, dat is er nu niet. Dus het moet echt weer uit de ploeg zelf komen. En ja, ik ben wel heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want het kan vriezen en dooien. Hè. De ene week met ruimte gaat het goed. De andere week tegen een defensief ingestelde tegenstander is het weer een stuk lastiger. Dus Feyenoord is er nog duidelijk niet. Maar we hebben ook wel signalen gehad dat het ook wel kan. Dus we moeten ook niet zo opportunistisch zijn dat we de ene week Hosanna en de andere week moeten ze aan het kruis. Dat is zo, hoeft ook weer niet. Waar staan we eigenlijk op dit moment? We staan in de huismeester. Maar de huismeester is dicht, maar ook weer niet helemaal dicht. Speciaal voor ons, want we nemen hier die podcast ook op, is die open gegaan. En ja, dat is niet mijn verdienste, maar dat is natuurlijk de verdienste van de bestseller-auteur die hier natuurlijk dag en nacht zit. En ja, toch wel een bepaalde krediet heeft opgebouwd en waarschijnlijk ook een net zo groot bonnetje dat ze toch even open gaan om dit op te nemen. Ja. Hoe vind je het gaan, die podcast? Die podcast? Nou ja, het gaat goed. Ik bedoel, ik was totaal podcast onervaren als het gaat om podcast. Maar het is niks anders dan dat je gaat zitten, zo even wat roept en dat het wordt opgenomen. Dus het is niet heel ingewikkeld. Nee. Dat ligt jou wel? Ja, dat ligt me wel, ja.